Vlaming-collectief, omdat we praten, maar doen. Originele en baanbrekende oplossingen voor onderweg. De Hyperloop is eigenlijk een kleine lichtgewicht trein die door het huis gaat. Voor de maatschappij. We willen een computer maken die staat uit een DNA-molecule. Innovaties waar Nederland goed in is. Watercrisis is het nummer 1 probleem voor de komende 10 jaar. Tot ver buiten onze dampkring. En Mars gaan veranderen is in principe mogelijk. Je hoort ons in de toekomst. BNR Eye-Openers, elke dinsdag tussen 3 en half 4. BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie. Opleiding, training of cursus vergelijken? Bekijk de reviews op springest.nl. Wind- en zonne-energie hebben één groot nadeel. Ze zijn niet op afroep beschikbaar. Straks moeten we windmolens uitzetten als het hard waait. Als we niet slims bedenken, dan komt de betrouwbaarheid van onze stroomvoorziening in het geding. De oplossing? Een flexibel energieco-groep. Kantoorruimte huren? Voor het beste kantorenaanbod ga je naar. Nou, dat creëert een spits op zichzelf. 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Vrachtwagen wordt uit de sloot getrokken. De rechterrijstrook is dicht. En het duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag wel. Een verkeer kan beter omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Je zei daar Zwanen. Dat klopte voor de A1 Amsterdam-Amersfoort. Die zijn gevangen. Het waren er 2 bij Heembrugge, 3 kilometer file. A7 Zaandam richting Hoorn. Er wordt nog steeds aan de vangrail getimmerd bij Hoorn, 3 kilometer file. Dan flitsers op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij hectometerpaal 67,9. A10 Koenplein-Amstel in beide richtingen bij 11,3. En de A15 Rotterdam-Europol. 48,5. Madrid stelt Catalonië onder curatele. Wat dat precies betekent, hoor je na en ook in de nieuwsupdate van 11 uur met Demi Garcia. Goedemorgen. Spanje zet zaterdag de procedure in werking om de autonomie van Catalonië op te schorten. De Spaanse regering kwam in spoedoverleg bij elkaar nadat de deadline was verstreken voor de Catalaanse leider Puigdemont. Die moest voor 10 uur duidelijk zeggen of hij nou wel of niet de onafhankelijkheid van Catalonië had uitgeroepen. Maar omdat Puigdemont vaag bleef, besloot de regering grondwetsartikel 155 in werking te stellen. Dat betekent dat de dialoog tussen Spanje en Catalonië voorlopig verleden tijd is. De pensioenfondsen.